2009. Dat is dus iMovie 2009. Nou, laten we beginnen gewoon met op de grond tekenen. Zodat we weten waar wat jouw vlak is en wat je klootse vlak is. Dus dan beginnen we even. Zo, ongeveer. Hier bewegen, tot hier beweeg mijn arm. Dus dan mag ik hier een teepje. Kan ik er niet overheen gaan. Mag ik hier zo. Zo, perfect. En dan gaan we de tape zijn hoor. Dan gaan we de zijn opnemen. Nee, wat moet jij nou hier? Nee, dat heb ik wel lang niet gezien joh. Leuk dat je nou weer bent. En een kat. Wat gaan we dan doen? Dan gaan we weer een andere scène maken. Let op. Ik ben dit. Nee, dit moet ze eens gebruiken. Zo. Sven, wat ben jij nou aan het doen? Hé hey Sven, jongen, hoe is het? Lang niet meer gezien, kerel. Ja. En nee, dan maak je gewoon een hele actief scène. En dan plakken we aan het eind gewoon aan elkaar. En dan ga ik het jullie laten zien hoe je met iMovie werkt. Nou oké, nu gaan we dus even klonen in iMovie. Nou, eerst iMovie selecteren en dan gaan we van voorkeur. Dan moet je deze functie, dus deze. Zo'n geavanceerde functies, die moet je aangevinkt hebben. Want anders werkt het niet. Met deze functie heb je zowel groen scherm, cutaways, picture in picture. En ga zo maar door. Allerlei leuke tools. Kijk, zo ziet het er zonder die dingen uit. Zo ziet het eruit net. Zonder net. Dus daar heb je ook meer. En nou ja, dan gaan we nu de standaard tape pakken. Nou, dit is even de standaard tape. Klik. Dan even dat gedeelte wat ik in de jacuzzi had gefilmd. Even kijken waar zit hij. Nou, oké, deze even. En dan selecteren we die ook weer. En die houden we daarboven. Selecteren we groen scherm. Bijsnijden. Snijden we het even zo bij. Oh, wacht, het valt net even daar. Een moeilijk hoekje. Potverdorie. Snijden we het zo bij. Even kijken, waar zit die lijn op de streep? De vloer daar ongeveer. We kunnen het zo bij snijden. En dan... Wacht, nee, ik ga het groter maken, want anders mis ik straks een gedeelte van mijn handen. Dan moet ik ook nog uitkijken dat ik dat poppetje zijn handen niet... dat ik daar mezelf ook niet raak. En dan zul je zien, dan heb ik dit. Nou, even op fullscreen, dat je het goed kan zien. Oké, dus nou ben je gekloond. Maar voordat ik het straks vergeet te zeggen, meet het goed uit. Als je het niet goed uitmeet, dan krijg je van dit soort dingen. Dan heb je hier je hand en dan zit er nog een andere hand tussen. En dan bijvoorbeeld een halve hand. Dus meet het goed uit. Want dat wil je echt niet. Want dat heb ik bij Disneyland was leuk. Heb ik zo'n video en dat is mijn hand zo wat afgehakt. Dus dat wil je echt niet zo. Maar veel succes met het maken.